bonte gezelschap van de openingsstoet door de straten van de Artevelde-stad. Om te vermijden dat de Gentse binnenstad overstroomd zou raken, werd aan Flanders Expo parkeerruimte voorzien. Om de 10 minuten vertrekken er bussen naar de Koornmarkt. Er kwam wel een rel van. Openbare werken wou geen borden op de snelwegen naar Gent om het initiatief aan te kondigen. De politie moest de borden weghalen. De Gentse feesten worden voor de 23e keer georganiseerd. Het is een internationaal evenement geworden. Het heeft zeker geen regionaal karakter meer. Wat publiek opkomst betreft komt men van het land naar de Gentse feesten. Denk ik ook het buitenland, voornamelijk het Europees Straattheaterfestival trekt zeker veel mensen uit het buitenland. Voornamelijk Nederland en Frankrijk. De goede Gentse schuurstaat! De rechter komt daar, je moet schuurstaat gezien, hè? Traditioneel leidt de Belleman de Gentse feesten in. Sommigen weten de weg niet meer. Voor het eerst worden in de feestzone camera's ingeschakeld. Voor op een centrale plaats kan de politie nagaan of er relletjes dreigen. De camera's draaien de hele nacht en zouden ook vandalisme moeten tegengaan. Mijn eerste reactie was ook nogal, moet dat echt en zo. U moet natuurlijk ook de veiligheidsaspecten erkennen. Het is een groot feest, massale opkomst. Zeer veel mensen, een zeer grote oppervlakte. Voor mij is dat het grootste feest van Europa. Voor de muzikale opening zorgt uiteraard Walter de Buk. Het sportnieuws krijgt u zo meteen van Filip Maartens in VTM Sport. Van mij hebt u alleen nog het weerbericht te goed. Vannacht opklaringen en enkele mistbanken. Morgen wordt het droog en overwegend zonnig. In het binnenland halen we plaatselijk de 30 graden. Ook voor de volgende dagen wordt tropisch warm weer voorspeld bij temperaturen van 30 graden en meer. Vanaf dinsdagavond kan het onweren.